Hallo lieve kijkers van mijn kanaal. Hartelijk welkom bij deze video. We gaan in deze video eventjes een terugblik doen op vakantie. Dat is nu wel, het is al vandaag 3 september. En dit komt wel morgen pas online. Op 4 september is het dan. Maar we gaan even terugblikken en we gaan ook vooruit kijken. Want er gaan een aantal dingen gebeuren met het kanaal. Updates en ik wil me om te beginnen excuseren dat in de vakantie niet alles online is gekomen. Zoals ik het in gedachten had. Ik had zo'n gedachte, we doen normaal door. Maar dat is helaas niet gebeurd. Funs heeft wel iedere woensdag een random video kunnen regelen. Die zijn dan wel online gekomen en ik stoot mijn been. Je ziet dat ik even op een andere kamer zit. Maar ik zit al de hele vakantie bezig op de bureaukamer. En hier staat een andere computer, daar zit ik al de hele vakantie op. Maar dat is niet mijn computer. Ik heb het nou op mijn laptop, maar ik ben dus ook eigenlijk aan het kijken voor een nieuwe. Want het loopt de spijt gaat eruit om het zo te zeggen met die letter die ik nu heb. Puntje 2 is dat inderdaad, dat heeft Funs gezegd in een random video van gisteren. Dus op de random video 2 september. Dat is aflevering 12, moet je maar even kijken. Maar ik ga het even zelf zeggen. Er komt een kleine wijziging in het schema. Alle video's zullen natuurlijk gewoon online blijven komen vanaf om 7 uur, 19 uur komen er dus video's online. 1 video per 2 dagen. Maandag blijft Disney Club. Woensdag blijven de random video's. Vrijdag blijft No Limits en op zondag stopt Akinator. Dan om te beginnen. En wat gaat Funs dan doen? Funs gaat dan een Funs gaat Sony Vegas tutorial doen. Hij gaat uitleggen hoe je dus. Hij gaat simpel beginnen. Waardoor je simpel video's edit. En dan gaat hij altijd hoger en hoger en hoger. Hoe je special effects toevoegt. Het green screen dingen dat je er van weg in chroma kiest. En van die zaken. En ook hoe je dus van die random video's maakt zoals hij dat doet. Dat gaan we allemaal uitleggen. Dus als je het zelf ook wilt kunnen, kijk dan zeker naar de serie de Sony Vegas tutorials van Funs. Hij heeft ook een nieuwe laptop, een Asus gaming laptop. Een heel erg goede naar het schijnt. En hij is er heel blij mee ook. En dat is geloof ik. Goed. Het volgende puntje is dat dus alle series vanaf maandag herstarten. Vanaf nu maandag begint het terug met Disney Craft. En dan gaat dat patroon dus verder. Normaal gezien was het de bedoeling dat we nu bijna in aflevering 50 van Disney Club al zaten. En mijn kanaal bestaat nu officieel bijna 1 jaar dat ik met vaste series werk. Officieel bestaat dat al sinds 2011. Maar sinds dat de series lopen is het in oktober ergens een jaar. Ik heb een timer op de Facebookpagina. Dus kijk er even naar, dan staat boven een countdown. En dat staat daarin hoe lang dat nog duurt eer mijn kanaal dan eigenlijk 1 jaar bestaat. In Disneycraft, wat gaan we daar doen? Wij gaan alle updates van heel de vakantie bekijken. Omdat ik het eigenlijk heel de vakantie weer niet heb opgenomen in Disneycraft, gaan wij in de komende aflevering alle updates bekijken. Er zijn nieuwe crewleden, er zijn crewleden weggegaan. Er zijn heel veel nieuwe attracties bijgekomen. Er zijn een aantal nieuwe attracties bijgekomen. Er zijn attracties gerenoveerd. Disneycraft is 2 jaar geworden. Allemaal heel veel gedoe. Wat in deze vakantie al is gebeurd, we gaan het met jullie overlopen in de komende aflevering van Disneycraft. De random video's gaan gewoon door, No Limits gaan we ook gewoon door met de achtbanen. En de tutorials doen Funs. Ik ga me dus proberen terug te houden om de dag, de video om 19 uur. Want school is ook weer begonnen, ik zit nu op een derde middelbaar. Ik doe mechanische vormingstechnieken, zo heet het richting geluid. Dat doe ik ook, ik zit samen met Funs in de klas en het is een heel fijne klas. Maar ik ga het ook zwaar krijgen aangezien wij heel veel nieuwe leerlingen hebben. Nooit gezien hebben. Want nu krijgen we al uitleg van mechanica en dat is niet gemakkelijk. Dus als er nu bijvoorbeeld, er gaan binnenkort, maar dat is pas met kerstmis, heb ik weer examens en dan zullen er een week of zo, of 2 weken geen video's aan komen, omdat ik me goed moet voorbereiden voor de examens en voor andere grote toetsen, want voor mechanica ga ik toetsen krijgen, heel grote. Dat wordt allemaal niet eenvoudig en dat weet ik. We staan op examen flinke uitdaging in het derde jaar, maar ik ga er ook over jullie zijn, want ik wil eigenlijk dit jaar nog de 200 abonnees halen. Dat zou leuk zijn als ik ze bij, ik heb ze bijna, ik heb er nu 186. En als ik ze dit jaar nog haal, dan ben ik blij. Ook al haal ik ze dan in januari, vorig jaar is het, of ja, dit jaar eigenlijk 2015 heb ik de 100 abonnees gehaald in januari. Dus wat zal ik haal ik ze in 2016 pas, en dat is nog wel een vooruitzichtje. Ik ben benieuwd wanneer ik ze precies allemaal binnen krijg. En ik wil jullie met deze video even laten weten dat we terug gaan beginnen. Vanaf volgende week maandag moet ik even naar kijken en spieken welke dag dat is. Dat is 7 september. Dan starten alle series terug
maandag een video, dinsdag niet, woensdag een video, donderdag niet, vrijdag een video, zaterdag niet, zondag een video. Misschien valt Disney Club een keer af en komt er een tutorial online, want ze vroegen dan aan mij, omdat ik ooit een fonteinen tutorial heb gemaakt, van doe, kan je ook een tutorial maken hoe je een blok kan breken en zus en zo. Ik ga nog tutorials doen, wees daar maar zeker van. Dan valt het Disney Club weg. Maandag is eigenlijk de Minecraft dag. Dus op maandag ga ik, normaal komt er een Disney Club online, en anders komt er een andere video online. Maar dat zullen we nog wel zien, dat laat ik jullie ook wel weten. De website ga ik door aanwerken. Daar was ik aan begonnen in de vakantie met de herbouw van de website, maar die is nog niet af. Nog lang niet. Daar heb ik nog maar 2 pagina's van gerenoveerd, om het zo te zeggen. Want die krijgen volledig nieuwe layout. Dat is heel werk. Maar goed, ik ga jullie goed kijken. Namens mij nogmaals mijn verontschuldigingen dat niks eigenlijk online gekomen is in de volgorde zoals het moest. Maar ja, ik ben er niet aan toe gekomen. Ik wil me er echt voor excuseren. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Like, abonneer, delen. En ja, zodat iedereen weet dat ik terug aan de slag ga. Voor mijn vaste kijkers ben ik wel blij dat zij ook gekeken hebben. Blijven kijken zijn naar random video's. Want die gaan heel erg goed. Met goede 100 views op een week tijd. Ja, daar ben ik blij mee. Misschien denken jullie maar nou, dat is weinig. Ik ben er eigenlijk blij mee. En ik kijk niet naar negatieve commentaar. Ik kijk alleen naar de positieve commentaar. Zo ben ik. Dames en heren, houd het aan voor het kijken. En tot volgende week. Maandag bij LOL. In Disney Club aflevering. In de 30 zitten we. 6, 37. Dan zie ik jullie weer terug. Op mijn kanaal. Later.